Dus ik keek zo erg uit naar deze dag. Door het raam met een brancard. Hallo, goedemorgen. De wereld staat vandaag op de kop. Onze wereld staat op z'n kop. De camera die hangt. Hangt hij wel stevig? Ja. Was het maar zo weer, hè? Goedemorgen, het is maandag. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oh, maar dat was een leuk stukje. Oh, sorry. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja. Oh. Ik ben nog... Ja, ik ook. En we zijn maar even met de auto gegaan, want ik heb echt mega last van mijn bekken. Heel erg koud. En joh? Ja. Heel erg koud. Anyway, de vloer wordt vandaag gelegd op de zolder. En daar zijn we heel erg blij mee. Want dat betekent dat Bart en ik naar onze nieuwe slaapkamer kunnen. Jola. Ik blijf in mijn kamer. Eindelijk. Blij mijn oude verlost bed. Wordt van ons. Het zal wel raar worden, hè? We hebben bijna 2 weken bij elkaar in een kamer geslapen. Opvangdagje vandaag. Dag. Nou breekt mijn klomp. Echt waar. Oh, dit klinkt wel heel hol hier. Maar goed, ik ben dus eventjes in mijn oude studio. Want dit moet opgeleverd worden donderdag. Maar dan ook schoon. Maar er is iets anders. In ons eigen huis zou vandaag CarpetRight komen. En we vonden het al zo lang duren, want ja, normaal als je een vloer gaat leggen, dan leek het ons dat je dan wel vroeg komt. En we hadden geen tijd doorgekregen. En wij hebben gisteravond, of nou ja, Bart heeft gisteravond als een gek alles staan schilderen bovenop, afschilderen. Het is echt bizar. Ik zou niet graag, en zeker niet vaak, bedrijven afkraken. Maar dit is echt... de slechtste service die ik ooit heb meegemaakt van een bedrijf. Dat ze gewoon niet bellen, niet komen. Echt serieus, ik keek zo erg uit naar deze dag. Ik was zo blij dat vandaag die vloer gelegd zou worden. En wij onze slaapkamers eindelijk konden gaan inrichten en veranderen. Ik ben echt vet teleurgesteld. Nou, ik ben weer thuis. En inmiddels is duidelijk dat ze niet meer komen vandaag. En dat ze een nieuwe spoedbestelling gaan doen. Dus het is de vraag wanneer we nu wel een nieuwe vloer hebben en verder kunnen met ons leven. Er zaten gaten in de rol. Dat was de reden. En daar kom je achter op de ochtend dat je de vloer gaat leggen. Terwijl de vloer al ongeveer... Hoe lang hebben we hem geleden besteld? Nou ja, 1,5 maand geleden. 1,5 maand of zo, en ja. Ik moest bellen, hè, om 10:30 een keertje. Zo, van. Ja, heb ik al verteld. Bart moest zelf bellen. Oké, het is maandag. We doen ook nog een zwangerschapsupdate vandaag. Dus alle benden door. Ta-ta-da-da! Ik vind het dus 1,5 week nog niet eens relaxed slapen gewoon in ons... Nee. Want dat staat ook voor onze slaapkamer, dat is ook helemaal vol natuurlijk. Ja, zo. Broodje, ei, gebakken ei met kaas en avocado. Lekker! En hoe gaat het nu verder met de zwangerschap? Nou, in deze update kan ik een paar dingetjes vertellen. En dat is dat de bekkenklachten echt steeds ietsjes erger worden. Niet zo fijn. Vooral niet omdat je gewoon echt een beetje waggelend gaat lopen. Maar aan de andere kant, het zijn wel echt tekenen die heel erg duiden op bekkenklachten die echt bij de zwangerschap horen. En ook passen bij... hoe hij ligt. Hij is echt een dwarsligger. Hij ligt nog steeds zeg maar een beetje uitgezakt. Meer naar de linkerkant. Zeg maar voor mijn rechterkant. En daardoor komt er aan mijn rechterkant van mijn bekken, van mijn schaambod, komt er ook extra druk. Voordeel daarvan is dus wel dat ik weet dat waarschijnlijk na de zwangerschap die pijn gewoon weer weggaat. En dat het er gewoon bij hoort. En gelukkig zijn we bijna in huis zover dat ik ook echt, ja, echt niet meer zoveel hoef te doen lichamelijk. Dus ja, ik vind het ook niet zo heel erg eigenlijk op dit moment. Het doet wel pijn, dus ik vind het wel vervelend natuurlijk. Vooral met in en uit bed stappen. Gewoon even snel iets optillen, boodschappen doen, dat soort dingen. Ja, je moet er wel continu rekening mee houden, dus dat is wel jammer. We hebben trouwens ook een autostoeltje al op de kinderwagen gezet. Tadaa! En dat is de Joey. We hebben uiteindelijk voor die gekozen omdat er meteen een Isofix bij zat. Dat je hem in de auto kunt vastzetten en dat wilde Bart heel graag, iets met een Isofix. Ik vond hem heel mooi op deze wagen passen. En wij rijden vaak langere stukken. Zeker omdat we veel met de auto op vakantie gaan, tripjes maken met de auto. En deze, die kun je een stukje verstellen, waardoor de baby iets minder zo komt te liggen en iets meer zo. Dus op lange stukken, als hij slaapt, kunnen we hem een beetje meer zo leggen. En dan heb ik nog iets heel erg leuks en dat zijn namelijk luiers van Lidydoo. Ik heb een pakket gekregen van ze. Maar wat ik zo goed vind aan deze luiers, ik heb er al eerder over na zitten denken om gewoon stoffen luiers te gaan gebruiken. Omdat er zoveel chemicaliën soms schijnt te zitten in luiers. En dat wil je natuurlijk niet dat dat via bloedbaan, huidcontact kan binnendringen in je kindje. Dat is natuurlijk het laatste wat je wil. En toen werd ik geattendeerd op deze luiers. Nou, deze die hebben dus geen parfums, geen hormoonverstoorder, parabenen, geen chloor enzovoorts. Dus ja, ik ga ze in ieder geval proberen. Ik ben heel benieuwd naar. En de doekjes, die zijn ook biologisch afbreekbaar. En dan nog even over de bevalling. Daar hadden Bart en ik het afgelopen keer al over gehad in de vlog. Volgens mij afgelopen dinsdag toen we naar de verloskundige waren. Ik zal hem hier even plaatsen als je het wil zien. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat ik dus ervoor ga kiezen om toch te bevallen in het kraamhotel. En dat komt omdat wij wilden heel graag gaan slapen op de zolder. Dat gaat ook gebeuren. We gaan onze slaapkamer op de zolder maken. En als ik thuis beval, dan beval ik thuis omdat ik graag in mijn eigen bed wil bevallen. Maar dat mag niet op de zolder. En de reden daarvoor is dat je de trap dan af moet op een brancard. Nou, vinden Bart en ik het zelf ook een beetje krom dat je dan wel op de eerste etage zou mogen bevallen. Want dan moet je ook door het raam met een brancard. Want dan kan je ook de trap niet af. Dus ja, in verband met die veiligheidsoverwegingen hebben we zelf besloten dat we het dan toch wel prettiger vinden om dan maar gewoon in het kraamhotel te bevallen. En dat is wel extra fijn, denk ik, in plaats van het ziekenhuis. Wanneer het ziekenhuis niet medisch een noodzaak heeft. Want ja, dan heb je toch iets meer het privacygevoel. We zullen het allemaal wel zien hoe het gaat. Misschien ben ik er ook zo weer weg. I don't know. Ik weet alleen dat we echt vlakbij wonen. Dus het komt allemaal goed. En ja, I'm totally relaxed about it. Zeker ook omdat ik weet dat het bij mij heel snel kan gaan. Dat het bij Jola ook heel snel is gegaan. En de verloskundige die zegt ook, waarschijnlijk gaat het nu ook heel snel. Wil ik toch ook wel gewoon, ja, daarop voorbereid zijn. Dus, dat. Ja, ik wil! Ja hoor! Oh, nou, het past wel, denk ik. Oh nee, het is om met Dexy te trouwen, denk ik. Dat is een ding. Ja, heeft een, ja. Dexy past hem wel, denk ik. Oh, Dexy, wil jij mij? Maar Jola, wat vind jij van de teleurstelling van vandaag? Ben je heel erg teleurgesteld? Maar volgens mij valt het bij Jola wel mee. Voice up. Nee, juist niet. Ik vind het juist superleuk. Want dan slaap ik nog een weekje bij jullie. Een weekje? Nou, ik mag hopen dat ze deze week gewoon kunnen komen. Maar ze zouden terugbellen tussen 5 en 6. En zelfs dat hebben ze niet gedaan. Maar goed, wij gaan douchen. Eindelijk, het is echt lang geleden, eindelijk weer een avondje dat we gewoon even vanaf 7:30... met z'n tweetjes niks hebben gepland en gewoon chill kunnen doen. Oké, doei, dankjewel voor het kijken. Abonneer voor meer en later. Rock that joint.